Da-da-da-da-da! Ik ken hem. Zo, nou, een hele goede avond. Welkom bij het Artiestencafé. Zoals jullie weten ga ik het even tijdelijk overnemen van Marian. Die wensen natuurlijk heel veel beterschap, maar dat gaat goed komen. Dus ja, ik ga proberen mijn best te doen. En ik heb hier een topper zitten, Hans van der Velde. Goedenavond. Welkom. Dankjewel. Ja, ik heb een beetje natuurlijk gelezen, hè, wat je allemaal een beetje had en hoe het begon is. Maar het begon stond de zingende slager. Ja, klopt. Ben ik sinds februari ben ik dat niet meer. Ben je niet meer? Dus nee, ben ik niet, geen slager meer. Geen slager meer. Nee. En wat nu dan? Ik ben nu bouwvakker. De zingende bouwvakker. Helemaal goed. Helemaal goed. Ja. Maar het is begonnen eigenlijk bij de slager dat je bent gaan zingen dan? Ja, of? Ja. Ik werk in de supermarkt en toen zei een collega van mij, zullen we samen een duet doen op het personeelsfeest. Zo, lijkt me leuk. Dus we hebben een duet gedaan van Neil Diamond en Barbra Streisand en dat ging zo goed. Dus vandaar dat ik ben gewoon verder gegaan. Verder gegaan? Dat is inmiddels 40 jaar geleden bijna. Zo, dus je bent ook al heel lang bezig met het vak? Ja, niet echt actief. De laatste jaren echt actief. Komt door mijn huidige vriendin en die heeft echt alles weer op het spoor gezet. Oké. En nu is het echt net een sneltrein. Oké, ja, want dat is ook belangrijk, hè? De partner achter je. Ja. Als je een partner hebt die dat niet aan kan, niet meer om kan gaan, jaloers is. Of... Ja, dat klopt. Dan wordt het een heel moeilijk iets. Ja, dat wordt een heel probleem. Dat klopt, ja. Dat ken ik ook. Maar het is het begon inderdaad als zingende slager. Ja, klopt. Neil Diamond. Ja. Dat is iets wat jij... Mooi, hè? Ja. Dat vind ik zo mooi. Super mooi, maar dat ligt jou dus ook heel goed. Ja, dat ligt me heel goed. Dat leent mijn stem zich ook voor. Oké. En ik vind het gewoon geweldig. Ja. Nou ja... Daar ga ik ook zeker naar luisteren. Dat had ik al gedaan een stukje. Maar ik, dat is ook de muziek waar ik dus ook heel erg van hou. Ja. Dus ja, die 70, 80 jaren. Dat is ook muziek wat jij... Maar nu heb je volgens mij een Nederlandstalige Duitse single uitgebracht. Ja, Nederlandstalig. De tweede Nederlandstalige. En dat moet je gewoon een keer doen. Dat klopt. Daar ben ik het helemaal mee eens. En ik heb op het Mega Piratenfestijn gestaan met die single. En dat is zo kick als je daar staat op het podium. Ja, dat is helemaal te gek. Om al die mensen te staan en dat is echt onvoorstelbaar. Dat is zeker onvoorstelbaar, ja. Maar is er ook een kant die je zelf zou kiezen om te blijven zingen? Nee. Nee, je bent... Nee, ook... mogen ze niet horen, hoor. Mag je er wel uitknippen? Ja. Nee, ik ben meer country. Country, dat is ook geweldige muziek. Ik vind country, dat is het levenslied eigenlijk ook, hè. Maar dan vind ik... Ik zou ook eerder country brengen dan dat ik dan... Nederlandstalig zou brengen. Dus ik kan me eigenlijk helemaal vinden wat jij zegt. Mijn stem leent zich meer voor dat country achter. Voor dat country. Engelstalig. En er zijn ook niet zo heel veel die dat doen. Ja, weet ik niet. Ik weet niet hoeveel dat doen. Ik heb altijd het idee dat je dan niet sneller bekend wordt. Maar ja, Nederland is helemaal zo'n groot zwembad vol. Dus, dat klopt. Ja, maar ik vind wel dat je je eigen vaststand moet houden wat je zelf natuurlijk heel erg leuk vindt. Ja. Want als je iets gaat doen wat je misschien minder leuk vindt, dan ga je er ook eerder van balen. Dat is mijn probleem. Ja. Ik vind alles leuk. Herkenbaar. En ik doe ook heel alles. Herkenbaar. Ik doe ook alles. Ja, ja, maar dan moet je ook vooral blijven doen. Ja, dat snap ik maar. Nou, las ik ook een stukje over dat er dan inderdaad door persoonlijke omstandigheden dat het op een laag pitje is komen te staan. Ja. Je bent wel blijven optreden. Ja. Want muziek is natuurlijk wel iets wat je er doorheen kan staan. Ja. Maar kan je daar iets over zeggen of zeg je daar blijf ik, hou ik liever privé? Het is privé, maar het heeft te maken met dat ik eigenlijk twee keer gescheiden ben. Oké, ja. Dus, en die stonden er niet allemaal achter, wil ik niet direct zeggen, maar dat was niet echt wat ze wilden, zeg maar. Nou ja, dan wordt het gewoon moeilijk inderdaad. Ja, wordt heel moeilijk. En nu heb ik een hele lieve vriendin die het helemaal, die elke keer met me meegaat. Dat is heel fijn, hè? Dat is heel belangrijk inderdaad. Ze doet veel promotie voor mij en Nou, dat is in ieder geval heel fijn dat er nu een topper achter je staat, inderdaad. Een aantal geleden, toen ging het beter, ontmoette Janneke. Ja, die zit er, hè, aan de bar. Dat is dus Janneke. Dus nou weet ik ook wat je voor hem betekent hebt. De muziek is natuurlijk helemaal daardoor... Opgebloeid. Opgebloeid, ja, dat klopt, ja. Je kan heel veel liedjes zingen. Ja. Je hebt een heel groot repertoire. Ja, 600 liedjes. Ja, dat is wel altijd makkelijk natuurlijk als mensen je willen boeken. Ja. Want dan kan je alle kanten heen. Ja. Dus dat is natuurlijk wel een voordeel, hè. Een veelzijdig artiest ben je. En het motto voor jou is, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Zo is het. Als iedereen er nou eens zo zou denken. Ja, dat gaat niet meer gebeuren. Dan nee. Nee. Want... Ik heb een optreden gehad en midden in de optreden gaat de volgende band zich een soundcheck doen. Dan denk ik,
in principe heb je geen fatsoen dan. Nee, daar heb je geen fatsoen. Nee. En dat is gewoon een stukje afgunst wat er is. Er is heel veel afgunst in deze wereld. Dat klopt, dat is heel erg. Totdat je op een gegeven moment een bepaald niveau komt, zeg maar de bekende artiesten, dan wordt het wel een stuk minder. Maar als je zo, er zit heel veel afgunst. Ja, dit waar wij nu in zitten, inderdaad, wat je zegt, dat is heel veel afgunst. Ja. En het is heel jammer, want weet je wat het is? Je kan wel elkaar zwart maken, dan krijg je niet meer fans door. Nee, het wordt alleen maar minder, denk ik. Iemand houdt van je stem of iemand houdt niet van je stem. Ja. En ja, dus dan denk ik van je kan beter elkaar helpen, proberen en het leuk hebben. Ja. Maar net wat je zegt, dat gaat nooit meer gebeuren en dat wordt alleen maar erger, want er staat er steeds meer op. Ja. Dus jij zat ook wel pas, toen je begon was het minder erg als dat het tegenwoordig is. Ja, klopt. Toen kon je ook sneller doorbreken. Maar dat had ik eigenlijk eerder door moeten zetten, maar dat ging gewoon niet. Maar je weet nooit, hè? Het kan altijd, Ja, voor mij hoeft het niet echt, hoor. Nee, je vindt het gewoon leuk om zo lekker bezig te zijn. Ja. En dan ga je ook met gewoon een geluidsman op pad? Of, ik heb, we hebben van onszelf 3 geluidsinstallaties, zeg maar. Een kleine, iets groter en de grootste. En bij de grootste heb ik gewoon een geluidsman nodig, want dat kan ik zelf niet meer. Nee. En anders doet zij het. Oh, echt waar? Ja. Oh, dat is helemaal leuk. Samen op pad. Ja, nee, maar en zij is dan Janneke. Ja, Janneke, dat heb ik nou begrepen. Ja, dat klopt, ja. Je hebt ook nummers vertaald over je eigen leven. Welke nummers zijn dat? Story of my life, hè? Story of my life, ja. Story of my life. It's very plain to read. Starts the day you came and ends the day you leave. Staat op YouTube staat het compleet een optreden, dat is mijn leven als zanger Hans. Oké. Dat is begonnen met Story of My Life. Ja, dat is wel heel interessant natuurlijk, hè? Want dan kan dan moet je even kijken. Ja, nou, dat ga ik ook zeker doen en dan moeten jullie ook zeker drie uur, hè? Duurt 3 uur. Ja, dat doen we met tussenposes. Ja, dat kan. Kan gewoon terugkijken, hè? Ja, toch? Ja. Nee, maar dat is wel inderdaad, als je iets over je eigen leven kan schrijven, dan blijf je heel dicht bij jezelf. Dan kan je goed overbrengen naar de mensen. Ja, het ging meer over mijn leven als zanger Hans, zeg maar. Oké. Wat dat voor mij betekend heeft, wat de muziek voor mij betekent. Ja. En waar ik begonnen ben en dat soort dingen. Niet over mijn eigen leven, want dan wordt het een encyclopedie, zeg maar. Ja, nou ja, goed. Ja, nou ja, je hebt ook heel veel mensen die dus daardoor juist hele goede teksten krijgen, hè? Doordat ze die nummers over zichzelf schrijven. Ik zoek een nummer uit bij Tim Hemmen en die zegt van, die gaat het de tekst doen. Die belt mij op van, wat wil je? Wat moet het worden? Dus, nou ja, doet, ik heb een nummer gebracht van, dat komt door jou. Dat is helemaal op haar gespitst. En de andere zegt van, nou, je hebt gewoon de vrijheid en dus komt er wat anders uit. Komt er wat anders uit, ja. Ja, maar dat op dat moment hoe ik mij voel. Dat is het leukste van muziek, hè? Ja. Dat is gewoon, dat klopt. Het eigen nummer, Good Old Country. Ja, mooi, hè? Ja. Just let me go, so I can love you even more when I get home. But just sing along to good old country songs. Een mooie nummer, hè? Dat is echt een heel mooi nummer. Ja, ik heb dat weer een nieuwe. Ik heb ook een nieuwe. Oké, maar dat was een duet, hè? Met de zangeres samen. Ja, die was wel goed. Ja. Maar dat is niet de nieuwste. Dat is niet de nieuwste. Nee, maar duet, zo is het eigenlijk begonnen. Met het duet is het eigenlijk begonnen. Nee. Nee? Nee, daarvoor was dat Good Old Country Songs. Oké. Oh, ik dacht samen met die zangeres. Nee. Oké. Daar heb ik me dus, daar heb ik me eigenlijk nog. Niet. Nee, nou, ik mag ook fouten maken. Natuurlijk. Ik ben geen Mario. Absoluut. Ja, dat doe ik ook. Ja, daarom. Ja, en de tekst was van Hilde Vos. Ja, klopt. De tekst vandaan. Ja. Ja. Wat ik ook heel leuk vond, zag ik dat je ook bij een woonzorgcentrum hebt gezongen. Ja. De coronatijd hebben we dat gedaan. Ja. In 3 weken tijd, we zijn toen niet op vakantie geweest. In 3 weken tijd hebben we 32 optredens gedaan. Oh, serieus? Ja. Ja, dat werd zo gewaardeerd. Zo wou ik zeggen. Onvoorstelbaar. Ja, dat is ook voor die mensen. Er is geen mooie publiek, denk ik, als... Ja. Die mensen of gehandicapte mensen. Ja, nou, dat doen we dus ook. En, daar is dan weer een ander publiek, maar ja, die zijn toch laaiend enthousiast. Ja, ja, die zijn laaiend enthousiast. En dat is echt zo. Dat geeft zoveel goed. Het doet zoveel goed. Dat doet heel goed, ja, dat klopt. Dat absoluut. Ja, dat is zeker. Ja. Ik zag dat je ook een hazesact doet. Mooi, hè? Ik vind alles mooi. Ja, ik doe heel veel. Ik doe gewoon heel veel. Heel leuk, ja. Ja, maar dat kunnen mensen jou dus ook voor boeken. Ja. Ja,
ik sta ook gewoon op, ik weet niet of dat mag zijn. Ja, tuurlijk. Op Showbeurt. En via daar boeken ze hem ook. Ik had van de week nog weer een aanvraag voor Barlo. Nou, dat is dus helemaal in Limburg. Voor een half uurtje. Oké. Dan had ik toevallig wat, maar anders zou ik daar gewoon naartoe gaan. Maar dat is op zich ook wel heel leuk dat je erbij doet, inderdaad. Ja. Maar nog meer acts, of is de Hazes act? Nee, ja, Hazes is echt. Dat is ontstaan tijdens een optreden met een. Hoe moet ik het even zeggen? Una Vace Particulare, maar dan in Dedersvaart. En dan moest je dan een stukje uit een musical doen. En toen heb ik Hazes gezorgd en zij had dus de kleding. Ik zeg, oh, dat is leuk. Dat is leuk, dat ga ik zelf doen. Ja. Dus zo is het dan erg ontstaan. Nou, superleuk. Dus mensen, ja, Hazes. Hazes act. Hier zit hij. Hij is over de voeten boeken, maar ook daarvoor. Dus. Ja, en dan laat ik mijn baardje staan zo en dan maakt zij dat zwart. Oh ja, dan, dat is wel leuk. En, is en de hoed. Ja, helemaal af. Heb je ook het glaasje bier of? Nee, een blikje. Een blikje. Dat hoort er wel blikje bij, blikje en sigaret. Ja. Een blikje en sigaret, ja. Je doet ook een nummer van Adele. Ja, tot jij mijn liefde voelt. Je zingt met Nederlands? Ja, van Dick Hout. Oké. Dacht ik hoor, dat hij erop stond. Maar. Nou ja, ik, inderdaad, zoals dan Make You Feel My Love, dus is het dan inderdaad in het Nederlands. Ja. Dat vind ik wel mooi. Ja, dat zijn gevoelige nummers. Dat zijn gevoelige nummers, ja. Dan moet je echt wel bekijken wanneer kun je het zingen, maar... Nee. Ja, ik heb vaak optredens en af aan... zijn wel eens optredens van 3 uur, en dan kun je rustig van de voren zingen. Zijn de mensen toch, komen ze bij elkaar en dan is toch even praten. En dan, klopt. Ja. Ja, maar ook wel misschien later op een avond, hè? Waarom niet? Ook als een nummer dat mensen lekker samen in een kring... Maar vaak moet je feestje maken, hè? Ja, maar je kan ook wel eindigen met een mooi speciaal nummer. Voor een bruidspaar of... Ja, dat doen we ook, hè? Doe. Doe. En dan gaan we naar een loopgroep op de dansvloer en dan moeten ze natuurlijk gaan schuiven. Schuven, zoals wij dat zeggen. Schuven. Ja, dat is echt plat, hè? Dat is echt plat, ja. Dat is niet verstand van mij. Maar schuifelen en dan komt alle gasten eromheen staan en dan zingen we Doe. Dat zijn dat zo'n mooi moment, hè? Ja, dat vind ik ook. Dat is heel erg mooi, ja, dat klopt. Ik zag ook op de website binnenkort groot nieuws. Ja, ik heb weer nieuwe gemaakt. Oh, je bent, oké. Ik heb alweer 3 nieuwe gemaakt. Oh, er liggen alweer 3 nieuwe klaar. Ja. Oké, en wanneer gaan die uitkomen? Die country komt in september uit. Ik heb nog een Duitsstalige opgenomen. En nog 1 Nederlandstalige. Oké. De laatste. Oké. En die is van Marco van A Crazy Accordions. Marco Keizer. Die heeft die ingespeeld. Samen met Tim Hemmer. En die komt in juni, juli. Oké. Heel benieuwd. Maar die de Duits, ga je ook eens naar Duitsland toe op te treden? Vlak over de grens. Ik woon dicht aan de grens, hè. Okay. Ik woon 3 kilometer van de grens af, dus... Dus je kan alle kanten op. Ja, dat is wel handig. Ja, dan kan je internationaal. Jij bent echt internationaal, ja. Ja, 3 kilometer van de grens af. Nee, maar als je meer Duits, dan kan ik erin denken dat je daar ook wel gewoon... Ja, we willen even kijken wat er gebeurt, want we brengen dan echt specifiek alleen voor in Duitsland uit. En hij wordt daar ook gepromoot door Duitse radiostations, zeg maar. En we willen kijken wat er gebeurt. Ja. Dus... En we hadden dan Noordoe, dat was dan ook al Duits. Ja, was ook al Duits, ja. Maar die hebben we dus samen uitgebracht met die De Weg naar het Geluk. Dat is echt goed, hè? Ja. Ik heb er zoveel. De Weg naar het Geluk en dan Noordoe. Die zijn tegelijk uitgekomen, die zijn dan gepromoot door Anne-Rieke. Oké. Want ik wilde net vragen, door wie is het nummer geschreven? De Weg naar het Geluk? De Weg naar het Geluk is geschreven door Angela, dacht ik. Angela Radke. Ja. Ik vind het wel een mooi nummer, ja. En ik vind hem in Duits vind ik hem ook mooi klinken. Ja, en die is geschreven door een ander. Müller. Edwin Müller. Oh, dus er 2 verschillende... Ja. Oké. Okay. Ja, dat is het mooiste, hè. Dan krijg je echt een heel andere tekst eruit. En toch, het past precies. Het past precies, ja. Het gaat allebei over een beetje geluk. Ja. Ja, dus, maar ze weten niks van elkaar. Nee, en wie wil er nou niet een beetje geluk? Ja, iedereen. Iedereen wil een beetje geluk, dus het is altijd leuk om over te zingen. Ja. Toch? Heel herkenbaar voor de mensen. Ja. Waar hebben de opnames plaatsgevonden? Waar neem jij meestal jouw nummertjes op? In mijn eigen dorp. In je eigen dorp? Oh nee, sorry, mag ik niet zeggen. Stad. Is het een dorp of een stad? Nee, het is een stad. Dan mag ik een dorp zeggen. Het zijn maar 3000 inwoners. Maar het is toch een stad? Ja, het is een stad. Oké, maar daar neem je gewoon mooi dichtbij dan. Ja. Dat is wel fijn. Ja. De volgende wordt dan wel ergens anders opgenomen. Dat is dan in Vormshoop, maar dat is niet zo ver bij ons vandaan. Oké, dan hoef je geen uren te rijden om... Nee, alsjeblieft niet. Nee. Vind ik ook niks aan. Nee, dit is ook de zaal, dat klopt. Je pakt een eigen pluggen, zag ik. Ja, Anne-Rieke. En die gaat voor jou lekker op pad. Top 5.
Oh, mag ik niet zeggen. Jawel, mag alles zeggen. Ja, mag hij. Maar ze komt bij Friesland. Friesland is de wijf, hè? Oh, toch? Friesland, ja, daar ben ik ook nog regelmatig geweest. Ja. Friesland boven. Ja. Ja, Annerieke, ja, dat is een echt topplugger. Topplugger, dus een goede vaste plugger. Ja, ja, dat is ook wel fijn. Ja, daar ben ik ook heel blij mee. Toekomstplannen. Doorgaan wat ik nu doe. En maar is er iets wat je zegt van, dat zou ik echt nog heel graag. Ja, een keer weer op mijn piratenfestijn staan. Ja. Dat gaat ook gebeuren, hoor. Dat gaat nog gebeuren. Ja, dat gaat gebeuren. Ja, dat is ik sta op de lijst. Ja, dan komt dat helemaal goed, ja. Ja, dat is zo kick als al de mensen daar zitten. Mag je dat trouwens, want ik ben er nog nooit geweest, ik zing geen piratenmuziek. Maar mag je dat je eigen nummer alleen zingen of ook een cover? Of? Nou, we zijn er toen geweest. Toen stond ik hier voor de eerste keer dat ik stond, stond ik in het voorprogramma. Dus die jongens die voor me waren, die deden allemaal covers. Ja, maar ja, dat voorkom ik hier niet. Nee, is ook dus zo. Ik heb mijn eigen nummers gedaan. Ja, oh ja. Ook dus Engelstalige. Ja? Die Coedel Country Songs heb ik ook gedaan. Maar dus je mag wel zelf bepalen, want dat is niet altijd, hè? Dat is ook wel eens dat het bepaald wordt voor jou. Ja, ja, maar daar niet. Oh, nou, dat is wel heel fijn. Ja. Want het is wel belangrijk dat je iets kan brengen waar je jezelf heel goed bij voelt. Ja, zo is het. Met zoveel mensen natuurlijk. Ja. En dan mag jouw vriendin kaartjes uitdelen in de zaal. Ja, mag wel, maar ik denk niet dat ze dat doet. Nee, ik kan beter een keer gooien zo. Weet je? Ja, we zijn alleen maar aan netwerken geweest achter met de artiesten die er allemaal achter zitten. Ja, ja, daar moet je nu van profiteren. Want dat komt niet vaak voor dat het daar komt. Dat is wel leuk, ja. Ja. Dat zal best een gezellige boel zijn, denk ik. Ja, het is allemaal vrij natuurlijk. En Lobby Anders loopt er, René Kast loopt er, Stef Ekkel die loopt er. Ja. Ja. En dan maken ze praatje met die jongens hoe zij dat doen. Ja. Nou ja, en een goede vriend van mij is, die zit bij de Dikdakkers. Dus en die was er ook toevallig, dus ja, dat is wel leuk. Dat is wel leuk, ja. Nou, het is wel goed dat je ertussen bent gekomen, want er komt ook niet iedereen zomaar tussen, hè? Nee. Om daar te mogen zingen, dus nee, dat was ook, heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Dus daar mag je wel trots op zijn. Ja, ja, dat ben ik ook. Ja, dat moet je ook zeker doen, ja. Zit de muzikaliteit, zit die ook in de familie? Zij beginnen al te lachen, want het zit zo. Ik was dus bij die Uno Vatse Particulare en stelde mij precies dezelfde vraag. Zit de muzikaliteit in je familie? Ik zeg ja, alles is bij mij gekomen. Dus, dan heb je wel geluk, hè? Dat alles jouw kant op is gekomen. Ja. Mijn moeder heeft ooit vroeger eens een beetje gitaar gespeeld, maar dat was het ook. Oké, dat was het. Zit er niemand in mijn familie. En je hebt ook kinderen? Ja, drie. Drie meiden. Er zit ook totaal niks van in? Nee, ik heb ook niks meegekregen. Nou, dan heb je altijd geluk gehad, ja. Ja, ik zou graag willen dat ze dat deden, maar nee, gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Ik kan ze meeslepen, maar dat gaat niet. Nee. Ja, ze moeten wel willen. Ze moeten wel willen, zeker. Ja. Dat is zeker en als dat niet zo is, dan houdt alles op. Hey, als je nou mocht kiezen van iemand uit de Nederlandstalige, uit Nederland de muziek, iemand die ook verder is, en om een duet te doen. Wat zou dan de naam zijn die in jou opkomt? Jannes. Ja, dat vind ik gewoon een topgozer. Nou, zeg het hem even. Hé, hey, Jannes, gaan we een keer een duet doen. Ja. Dat is ook wel tof in. Jullie zijn ook allemaal zo begonnen. Je hebt een keer een duet met Hans. Ja. Dat komt zeker goed, maar dan kom ik wel kijken natuurlijk. Ja, tuurlijk. Hij heeft hele grote voeten, weet je dat? Ja, zeker. Want ik heb hem een keer gezien. Ik dacht van, nou, ik heb grote voeten van een vrouw. Maar ik dacht, nou, daar zijn er mij nog maar klein bij. Hij was er met zijn zoon. En ze zoen ja net zo grote voeten. Ja. Dus, ja. Je ziet ook nummers van Jannes? Ja, ook. Ja. Ja. Ja, een stuk of 15. Maar country is wel echt jouw ding. Ja, country is mijn ding. Ja, je moet Nederlandstalig helemaal een feestje kunnen maken. Ja, dat klopt. Dan zing je van Jo Blik en Eleonora en dat soort dingen. Ja, en ja, zo ben ik toch ook bekend geworden. Ja, ja, zo word je meestal, hè, door dat soort dingen word je meestal bekend. Ja. Maar hou je inderdaad ook lekker vast aan die oude muziek, want oude muziek blijft, hè? Ja. Jeugd zingt ook oude muziek mee, hè? Ja, maar dan wordt het dus een beetje uptempo en dan is het weer een nieuw hit, hè? Ja, dat kun je misschien ook nog eens doen, hè? Oude kinderen in een nieuw jasje. Dat ga ik niet doen. Nee? Nee. Je wilt echt gewoon eigen blijven. Nou ja, het is wel heel belangrijk dat steeds meer mensen gaan jou dan leren kennen door je eigen nummers. Ja. En dan kom je ook verder met je eigen nummers. Ja. Vooral als het makkelijke meezingers zijn, hè? Het moet blijven hangen. Ja, ik denk dat ik twee goede meezingers heb gemaakt en de derde komt er nog aan. Oké. Okay. Dus, maar waar kunnen mensen jou vinden? Als mensen jou nou willen boeken of ze willen iets over jou zien of... Hans van der Velde. En je zit op Facebook? Of... Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Ja, beste mensen, dus... Zanger Hans. Gransbergen kom je ook bij mij terecht. Zanger uit Gransbergen kom je ook terecht bij mij. Kom je ook terecht? Nou, op allerlei manieren, dat kan niet missen. Kan niet missen. Dat komt vast nog ook wel ergens bij te staan of zo. Hè? Ik vond het in ieder geval
top dat je hier was. Dankjewel. Ja, we kunnen heel lang doorpraten over van alles, maar ik wil dat jij nog even goed je eigen nieuwe nummer... En dus de weg naar geluk. De weg naar het geluk. Even kan aankondigen. Beste mensen, mijn nummer. De weg naar het geluk. Wie wil geen geluk? Hans van der Velde, de weg naar geluk. Nou Hans, en ik bedank jou voor dit interview. En heel veel succes verder. Ik jou ook. Jij ook succes. Dankjewel hè, komt goed. Valt het soms niet mee, ach, maak je niet druk. Weet dat niet alleen geld ertoe doet. Heb vertrouwen in jezelf, dan komt het wel goed. Zet je zorgen maar opzij.